Dit is een klein beetje mijn mening erover. Dat ik een beetje gestorven van al die verhalen van strikes, ruzies onderling, bullshit dingetjes. Is allemaal niet nodig. Wees lekker aardig tegen elkaar. Wees vriendelijk voor elkaar. Maak leuke video's, want daar doen we het allemaal voor. Yo, wat kijkers op mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Oftewel, Rotjoch. En welkom allemaal terug bij een nieuwe video. En zoals je kan zien is het geen Minecraft Build-Off die ik eigenlijk zou moeten doen op dit moment. En ik ook graag had willen doen op het moment. Maar het probleem is alleen, helaas, pindakaas. Is er een complicatie opgeleverd met de server. De server kon niet aan deze week. Dus de Minecraft Build-Off die kon ik niet opnemen. Nee, maar ik heb de hele groep bij elkaar geregeld voor de Build-Off. En helaas ging het niet door. Maar daarom dacht ik van, ik ga jullie vandaag wel een video online doen. Even een belangrijke video voor dit moment. Want eigenlijk de laatste trend, het is ineens om... What the fuck, gewoon die strikes, weet je wel? Wat is er mis met de YouTube community van Nederland op het moment? Daar ga ik heel kort maar, met jullie over hebben. Over die strikes en wat al die kanalen allemaal gebeurt. King Alert, al dat gedoe, al dat gebullshit in de Nederlandse community. Want ik zit er middenin. Ik ken heel veel van deze mensen. Ik heb bij twee crews gezeten. Nou, eentje zit ik. Twee crews gezeten van de grootste YouTubers eigenlijk. Van David en van Milan. En... what the fuck is er allemaal aan de hand? Nou, als allereerst laten we beginnen met King Alert. King Alert van Paal, de King 77 en 11. Een hele vette serie. Ik ga het hypen en zeggen in deze video wat heel veel andere mensen ook al gedaan hebben. Maar de serie King Alert, waar hij alle dirt, alle waarheden en alle bullshit van de Nederlandse community naar voren brengt. Dus iedereen die ooit gelogen hebben, fake pranks maakt, tegen hun kijkers liegt, zeg maar. De ruzies onderling tussen YouTubers die nooit naar buiten gekomen zijn, die gaat hij op tafel leggen. En ik vind het een hele vette serie. Ik vind het super vet. Ik ben het er ook helemaal mee eens tot een bepaalde hoogte van, ja, het is super gaaf wat je dat doet, weet je wel. Ik vind ook... joh, als ik ben altijd eerlijk tegen mijn kijkers. Altijd eerlijk tegen jullie allemaal. Daarom heb ik ook een paar heel veel haters ook. Omdat ik gewoon super eerlijk ben. Ik ben niet iemand die een acteur is of zo. Of een imago creëert wat ik niet ben. Ik ben mezelf zoals ik ben. Dit vind ik niet leuk. Dit vind ik wel leuk. Dat weet iedereen van mij. Wat doen ze dan bij de King 77NL? Wat doet hij met zijn serie Net King Alert? Daar exposed hij dus mensen. Met zeg maar hoe ze echt zijn. Bijvoorbeeld Doe Maar Gamen. Heel aardig gast, Job. Super tof, is natuurlijk ook voor DDG. Ik vind hem heel aardig. En hij maakt video's. En dat zijn fake pranks. En dat laat bijvoorbeeld de King 77NL zien in zijn serie. Dat soort video's vind ik altijd gewoon leuk om te zien zelf. Van joh, het is grappig om te zien dat een YouTuber die fake pranks maakt gewoon aangepakt wordt. Zodat iedereen een keer ziet van joh, het is ook zo makkelijk om fake pranks te maken. En eigenlijk wat hij dus doet is liegen tegen zijn kijkers. Want zijn kijkers denken daadwerkelijk dat hij dat soort dingen doet en gast ook doen. En vinden ze hem cool omdat hij dat soort dingen doet. Maar dat doet hij dus helemaal niet. Dat vind ik echt hartstikke vet van de serie van de King 77 van King Alert. Maar een paar dingen. Oude ruzies oprakelen. En daarmee haat verspreiden. Dat is dan weer net niet zo cool. Ik bedoel de ruzie die ik tussen DDG en Vincent toen de tijd. Of DDG en... weet je het nou, het is het DDG en Enzo. Die video was toen online gekomen. David en Enzo. Dat was niet nodig geweest. De hele ruzie over Disney, zeg maar, toen. Dat was niet nodig geweest. En, want ja, het is verleden tijd. De kijkers hoeven dat niet te weten. Het is niet hun pakje aan. Dat soort shit vind ik daar net weer minder cool van, dit King 77NL. En ik denk, ben ik serieus van mening, dat ook sinds King Alert bestaat, er wel zoveel ruzie is er deze extra ruzie, wat niet nodig is geweest. En ik weet niet hoe dat komt, want Paul heeft echt een hele vette serie. Dus nogmaals, Paul, je doet het echt goed. Als je het kijkt, en ik vind je een hele toffe kerel, ik vind je serie echt leuk om te zien. Maar het gaat de verkeerde kant op. Wat Paul namelijk wil met zijn serie is dat de community juist wat meer eerlijk tegen elkaar is en met elkaar levelt naar een hoger niveau. Met z'n allen meer leuke dingen doet. Maar wat er nu gebeurt, is juist het tegenovergestelde. De community gaat meer ruzie met elkaar maken. Ook laatst het Una Geese tegen Doe Maar Gamen weer volgens mij. Weer Job. Ties Games, een kanaal die gestrikt wordt door andere mensen en door de YouTubers. En al dat soort gezeik. In deze maand, sinds dit jaar, 2016. Alleen maar onzin en ruzies en gezeik en beef.
wat nergens op slaat. Wat echt nergens voor nodig is. En ja, waar gaat het heen met al deze bullshit, man? Waar is het voor nodig? Ik ben zelf iemand, degene die mij kennen van de community, bijvoorbeeld echt, ik heb en DRD gezeten en ik heb een DDG zit ik nu. Dus ik ken genoeg hoe de community samenwerkt, grote groepen. En dan vraag ik me af, joh, wat gaat er mis? Dit niemand elkaar gunt. Toen ik in community zat in groepen, wil ik juist met iedereen opnemen in die groep. En gewoon gezellig dat ze allen een leuke boel hebben. Lekker afspreken met z'n allen. We zijn eigenlijk collega's van elkaar. Waarom doen we dit? Weet je, waarom willen sommige gasten ruzie met elkaar zoeken? Of elkaar fucken in video's? Zelfs strijken? Waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit serieus naartoe? En waar gaat het om? Weet je, really bro, die strikes de laatste tijd op Unagi's kanaal. Die ruzie van Armo en Unagi's toen de tijd. En ah, dude. Sommige dingen, laat het gewoon gaan, man. Ik heb zelf een soort van filosofietje erin gedaan. You do you and I do me, oké? Okay? Jij doet lekker wat jij wil doen. Ik doe lekker wat ik wil doen. Job, als jij fake pranks wil maken en je kijkers op die manier voor de gek houdt, top. Weet je, je maakt leuke video's. Ze zijn niet echt, maar ze zijn leuk. En daar draait je video om. Top. Kan ik nog gaan lappen haten? Ja, man. Maakt fake brands. En pakt meer dan 6 miljoen weergaven in de maand. Ja, nou en? Heb ik zoiets van, ja, lekker Job. Doe je goed, ouwe. Zo moet je erin staan. Hé, dat doet Job slim, man. Lekker. Weet je, niet zo jaloers gaan doen als dat vele mensen doen. Het is een act van jealousy. Mensen worden boos. Jaloers dat zij minder views hebben. Zoals ik deze maand 900.000 maar heb. Omdat ik mijn eigen ding doe. Maar ik ga geen fake pranks maken. Of ik ga niet boos doen op anderen het wel doen en het werkt. Nee man, doe lekker je eigen ding. En zorg dat er geen ruzie komt in de community op deze manier. Want de laatste trend waar ik het over wil hebben is de strijk op DDG. Het is volgens mij uitgewerkt al ongeveer een beetje wat er gebeurd is met David. Dat was ook een misverstandje. Maar hoe mensen elkaar kunnen strijken of wat kijkers kunnen strijken op een bepaald moment of flaggen. Slaat nergens op man. Weet je, het is, je gunt het niemand om hun kanaal kwijt te raken. En sommigen die hebben daar scheid aan door een kleine ruzie. Weet je wel? Een klein ruzietje. Wat weet je, het is, dat is het foutje. Oké, okay, misschien wat iemand deed, want die Unagi's en Job is niet netjes wat die Unagi's deed. Sorry, ik ken heel Unagi's niet zo goed. Wat hij deed is niet netjes, die video zo gebruiken. Wat Job dan doet, volgens mij, het is niet bewezen nogmaals. Volgens mij heb ik allemaal tweets gezien, maar het klopt allemaal niet misschien. Het is allemaal bullshit misschien. Of dat mensen elkaar strijken. Of mensen dus hebben hem dus gestrijkt op die video. Misschien niet eens Job, maar andere mensen. Het houdt niet in dat, of de kijkers van Job misschien. Het houdt niet in dat Unagi's alleen die video kwijt moet ofzo. Of een haatdingetje krijgt. Nee, ik heb een strijk op zijn kanaal. En het houdt in dat als het 3 keer gebeurt, dat mensen dus, je kijkers 3 keer haten gewoon zomaar. Voor geen enkele bullshit reden, of een YouTuber. Dat die gast zijn hele YouTube-carrière, misschien al 5 jaar lang YouTube keihard pompen, werken, weggegooid wordt omdat jij 1 keertje een ruzietje met hem hebt. En dat is krom. Dat is gewoon niet goed, weet je. Bepaal ook dat in die video's, toen hij gestrikt werd, wees een man, ga naar hem toe en zeg, yo, ik heb liever dat je die video weghaalt. Ik ken Paul niet goed. Ik heb Paul nooit persoonlijk gesproken. Maar ik weet, denk ik vrijwel zeker, als je dat op dat moment op zo'n manier Paul benadert, dat Paul denkt, oké man, waarom we hem weg hebben? Nou, omdat het of niet helemaal klopt, of het is gewoon niet fijn, omdat over je op het internet te hebben staan, dat hoeft niemand te weten. Dat Paul zegt, oké, nou ja, het stond toch al online, ik haal het wel weg. Of ik blur het eruit, geen probleem. Maar sommige mensen, die gaan meteen strijken, pats. Zoals Paul zegt, zijn hele fucking levenswerk. Want het is veel werk, hè, dat YouTube die video's maken per dag. 2 video's per dag, vind ik. En ik vind het al veel, weet je. Laat staan jongens als David die strijk krijgt. Die mannen als David. In een hele levensverhaal, hele fucking jarenlang aan YouTube filmpjes. Hele Kingdom Seasons. Allemaal weg door 1 iemand die boos kan zijn. En dan later misschien weer vrienden zijn, weet je wel. Maar dat gun je iemand toch niet. En dat is als ik denk, van, wat is er mis? Wees gewoon aardig tegen elkaar. Wees vriendelijk tegen elkaar. En doe dat. Ik geef jullie een voorbeeldje. Want veel kijkers van mij weten het wel. Heel veel weten het ook niet. Toen ik wegging bij DDD, deed ik de Build-Off-serie. Toen ik eigenlijk bij DDD wegstapte, mocht ik het eigenlijk niet meer meedoen met mijn Build-Off-serie van Link. Laten we gewoon zeggen, ik mocht niet meer van hem meedoen. Klaar.
Want ik één keer had ik iets gedaan met TNT. Ik mocht één episode meedoen. En toen heb ik iets met TNT gedaan. En daar zei hij van, ja, ik wil je gewoon niet meer in mijn serie hebben. Het was eigenlijk mijn serie. Ik had je heel ver gebracht. En Link, die is nu 3 keer zo groot als ik. En ik werd gedropt. Heb ik haat tegen Link? Ja, 1 keer was ik heel boos geworden. Echt, ik was klaar mee. Ik was zo kwaad toen ik net weg was. Maar... En nu? Nu praat ik gewoon met hem rustig op Teamspeak. Of net uit Teamspeak of Skype of Twitter. Weet je, dan kan ik wel proberen al zijn video's te gaan strijken. En waar ik ooit in meegedaan heb op zijn kanaal. En lastig doen, zoals anderen doen. Want dan ga ik gewoon strijken op zijn kanaal. Weet je, ja, kan, strijk. Nee man. Overeen gegroeid. Ik heb gezegd van, nou, let bygones be bygones. Ik denk dat hij er ook zo over denkt. We zullen het wel zien. Misschien ga ik ooit weer met Link het opnemen, maar... Gun elkaar iets. Ik ken het, gun een broeder iets. Ik gun elke YouTuber allemaal 1 miljoen abonnees en miljoenen euro's per maand. Ik gun het jullie allemaal van harte. Maar gun het elkaar ook. Weet je, gun het ook mij, gun het iedereen. Ik snap niet waarom iedereen zo boos op elkaar doet. Het is niet nodig, weet je. Ga naar een andere YouTuber, zoek een keer een andere YouTuber op die jij niet kent. Zeg, yo man, zullen we een keertje een videootje maken, gezellig samen? Want we spelen dezelfde game, we spelen allebei GTA. Samen een keertje video maken? In plaats van, hij maakt dezelfde soort video's als ik. Beetje gejat mijn concept. Nou, strijken die handel. Bitch, that's not cool. Dat is niet de bedoeling, dat is niet goed jongens. In ieder geval, dit is een klein beetje mijn mening erover. Dat ik een beetje gestorven van al die verhalen van strikes, ruzies onderling, bullshit dingetjes. Is allemaal niet nodig. Wees lekker aardig tegen elkaar. Wees vriendelijk voor elkaar. Maak leuke video's. Want daar doen we het allemaal voor. We willen allemaal onze eigen publieken. Ons publiek willen we allemaal voor maken. Dat doen we. Met plezier allemaal. Doe dat gewoon. Houd ook daarbij. En niet met ruzie met elkaar maken. Omdat stomme redenen. Oké? Okay? Dat is nergens voor nodig. In ieder geval mensen. Hopelijk vond je het een beetje een leuke video. Nogmaals, het spijt me dat ik geen build-off heb nu. Want ja, het spijt me. Het is echt mijn eigen fout. Ik heb de server te laat aangevraagd. En het is maar nog niet af. Dus ik kon er nog niet op. Dat is mijn eigen schuld. Weet je, ik kan ook iemand anders schuld geven. Oh ja, die server hosten. Aanklagen. Nee, mijn schuld. Ik heb te laat aangevraagd. Had eerder gemoeten, want ik wist al 2 weken van tevoren al dat ik deze serie wou doen. En ik had hem te laat aangevraagd. Simpel is het. Alright. Mensen, in ieder geval vond je het leuk, je leuke video. Doe even een blauw duimpje omhoog, achter omhoog. Als je het leuk vindt. Laat even jouw mening weten over de community op het moment. Of ja, mensen elkaar gewoon weer moeten vergeven. Want dat is wel wat we willen doen. Vergeef elkaar, man. En ja, laten we gewoon hopen dat het vanaf nu gewoon beter gaat in de community. Want het gaat nu scheid. Gaan we daarop houden. Mensen, ik wil bedankt voor het kijken. Blauw duimpje omhoog zou ik super appreciëren. Zeg aan de volgende video. Laat het wat ziens en natuurlijk